kijkers van Ghostbusters, welkom natuurlijk bij een gloednieuwe video. Niet zomaar video, de gloednieuwe GTA 5 online video. Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik samen met... Your boy Robin Boy! En met... Piano. En we zijn vandaag lekker weer met z'n drieën en ja, er is weer een nieuwe auto toegevoegd in de game. Vandaag gaan we hier achter ons staan, de Maserati Levante SUV, als ik het goed heb, toch boys? Ja. Yep. En ja, als jullie de telefoon even erbij pakken en jullie gaan even... lekker naar Legendary Motorsport, dan zien jullie daar staan, de Lampatati Novak. En dat is hem, voor 608.000. Dus, ja, dollar dan, hè. Maar, ja, het is wel een goedkope auto. We gaan eens aan het einde van deze video laten racen tegen een paar auto's. En, ja, blijf vooral kijken. En doe alvast een blauw duimpje omhoog, zijn jullie nieuw, abonneer dan, dan zie ik jullie... ik wou het al afsluiten. Oké, boys, laten we beginnen. Oh, ik wil gewoon de video afsluiten, boys. Wow. We zijn klaar voor vandaag. Wat jullie van mijn outfit? Heel mooi, mooi man. Wow. Echt zo heel mannelijk. Heel mannelijk, hè. Oké, dit is de auto eigenlijk. hij is echt niet normaal mooi. Dit vind ik tot nu toe de mooiste auto die is toegevoegd en de lekkerste auto die... Of ja, de lekkerste auto op de weg. Gewoon een SUV, ja. En hij drift ook wel lekker. Is er eigenlijk al een SUV toegevoegd? Ja, ja. Van op deze dingen. Het is een update, dat kan ik niet. Het stond ja, bij de auto dus. Wow. Bro. Ja, ik mijn band helemaal lekker, Jonathan. Ik heb nog expres naar rechts, het is dat is een beetje moeilijk sturen. Ja, weg. Wow. Jongens, deze auto is helemaal heel. Geen stress. En waarom deze. Waarom wij op deze locatie zijn begonnen, is gewoon dat we een beetje iets anders willen testen. Dus ja. Hebben jullie nog een mooie locatie in Los Santos? Ja. Laat dan zo zien. Gaan jullie die Los Santos? Ja, ja, een beetje moeilijk voor mij bij hun rijden. Komt goed, jong. Lekker rechtstuk. Mooie bocht, hè. Wacht even erop. Kom eraan, jongens. Skrr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 
Ja, nee, geen bal touchen met mij. Dan win je sowieso. Ik wil gewoon met één tikje weg. Ga aan de kant. Aan de kant. Ja, kerel, ik maak die weg. De big boss. De big boss moet eerst. Deze man zat hier echt. Dus ja, echt niet normaal. Hey, noobies, noobies, noobies. Ah, ik word erin gebeukt. Hey, what the fuck? Met mijn dingen sta ik in een bal. Lekker. Oké, dan gaan wij de brakes aanpassen. We gaan de race brakes opzetten. De bumpers. Wat gebeurt er hier? Ah, we kregen hier onder zo. Dingen erbij. Ja, dit is best wel lelijk eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Ga je die bumper erop zetten? Ik heb een bumper erop, ja. Ik niet. Ik vind die eigenlijk best wel lelijk. Ik ga denk ik dit erop zetten. Zijn er Halloween toetsers er nog? Ah ja. Die zijn er nog. Halloween. Oh, ik ga gewoon deze bumper erop zetten. Ik heb er een sportwagen van maken. Level 4. Exhaust. Wat de? De Big Borg Exhaust. Dat zijn. Grote dingen. Dat zijn niet normaal grote dingen. Dat is gewoon lelijk, dit. Kijk naar deze. Ik heb gewoon een spoiler op zijn deze. Ik kan een vakantieauto maken. Wat? Gaat hij er een vakantieauto van maken? Ja, jongen. Je bent sportief. Kijk, dit is gewoon lelijk. Als ik jullie heel lelijk ben, dit is gewoon lelijk. Maar...
Dit is wel sick. Dit ook. Ik heb een sportieve versie van de... Ik heb dit toch. Het is ook een beetje te veel shit, maar... Dat is wel mooi. Livery. Oeh, ik kan hem ook helemaal sportief maken. Dat zeg ik toch. Oké, okay, ik let gewoon niet op wat Jezus zegt. Jezus zegt altijd domme dingen. Oké, okay, de roof. Ik ga op vakantie, boys. Ik ben serieus. Holla, ik ben serieus. Kijk, ja, ik ga die erop zetten, denk ik, hè. Ik ben op vakantie. Wat denk je? Bro, we gaan gewoon op vakantie. Oké. Okay. Nu ga ik met iets heel randoms aan komen, boys. Het heeft helemaal niks te maken met deze video, maar wel met YouTube, hè. Ik wil binnenkort iets uittesten. En wat ik wil uittesten is... Misschien, ik weet niet zeker, hè? Als we akkoord zijn met z'n allen, hè? Maar het is gewoon een voorstel. En dan kijk wat jullie ervan vinden. En in de comments dan zetten. Wat dacht jullie ervan als wij een nieuwjaarvlog gaan maken? Dus dan gaan jullie zien, zeg maar... Op het begin van de dag, wat er allemaal gaat gebeuren, tot aan het einde van de dag, en dat jullie om 12 uur zien wat voor vuurwerk allemaal gaan afsteken, wat we allemaal gaan doen, wat we. Van alles, maar. Dan wil ik wel weten wat jullie ervan gaan vinden. Niet dat ik zomaar iets drop waarvan niemand naar kijkt. Dus. Ja, het zal sick zijn. Wat denken jullie, boys? Kian, of bent je van? Laat dan zo weet in reactie. Tief stelig. Die truivenhoofd, die past ook niet in de auto, want die stiekem ja, maar je moet niet naar mijn outfit kijken. Ik zie het truivenhoofd gewoon door de raam. No shit. Voor was een raam gemaakt. Maar de raam is dicht, hè. Waar is de raam? Loes! Nee! Kian, wat is de raam? Wat? Wat is de raam? Wat? Wat is de raam? Wat is de raam? Je zegt net de raam is toe, dicht. Ja, maar Rob is die kutkop stinkt uit. SUV-banden, zo die vet zijn. Kom dan. Nee. Ik kan helemaal... Ik ga ook een SUV... Ik ga eens naar een andere kleur kijken. Kom, dat is het dan. Niet in X. Wacht, hier ergens waren we dan. Deze zijn wel mooi. OBRS. Maar wacht even, boys. Die bumper gaat wel even veranderen, want dat vind ik nog steeds lelijk. Ook weer een mooie deur. Boys, wat vinden jullie van de auto? Wel, nice. Je bent een stuk kleur aan het geven. Ja, ik ook. Dat is, boys, deze kleur. Oh, lama, die gaat erin. Deze. En nog deze. Gewoon fully blakken, maar kun je zeker. Fully blakken. Rote. Ja. Hier vind ik niet echt blauw of zo bij passen. Of rood of weet ik veel wat. Ja, Robin. Heeft Robin rood? Eerst had hij rood, en daarna blauw. Toen is het erin in mijn zak gegaan. Robin, serieus? Ik heb die jongen even. Is Robin nog wel? Hallo. Hallo. Mike zond uit. Dat had ik door.
Jij hebt toen gezegd, ja, ik vind rood en blauw er niet mooi op passen. Ja, dat zeg ik. De enige kleur die ik heb gedaan. Of deze? Nee, deze is ook wel lelijk. Buh, welke kleur? Nee, nee, dat zeker is niet. Ik denk dat ik al weet welke. Deze denk ik. Of deze. Hey jongens. Ik ga op vakantie. ik vind oprecht gewoon deze kleur mooi, maar er zit te veel. Ja, te veel strepen en zo allemaal in deze auto. Robby, jongen, heb jij me die auto gedaan? Ik heb die donkerblauw. Is hij mooi zo zilver? Of zou ik die helemaal zwart doen? Zwart vind ik ook wel mooi. Ik had ook echt nee, zilver. Is zilver zo mooi? Mm-hmm. Ik was er ook over aan nadenken. Ik knalt wel. Stoer doen! Mag ook. Ja jongen, maar nee, ik ga echt die ding eraf. Sorry, ik ga die ding eraf halen, jongen. Ja, bij mij was ook. Als ze ooit zijn roleplay of zo op gaan nemen. Ik heb trouwens op de vorige video heb ik in de comments heb ik roleplays binnengekregen. Dus mensen, ik denk dat we roleplays gaan maken. Ik heb in mijn vorige video onder die. De denk de laatste. Dat was de taxi video denk ik. Wat was dat? Nee, van Halloween. Jij ja, van Halloween die. Daaronder zag ik oprecht gewoon roleplays of een film. Dus wie weet ga ik een film maken of. Oh nee, ik hoor dit nu pas. Film? Ja, film. Zo heel spannend. Zo naar elkaar lopen. Tu. Keeltje in mijn vlieg. Oké. Okay. Dan moet je. Oh, ik ga even repareren. Sorry. Nee, oh, Kiano. Mega grappig. Even laten knallen. We gaan ook een trackrace laten tegen. Ja, we gaan zo meteen een trackrace, maar eerst even wegtesten, want deze auto vind ik niet normaal lekker. Okay. En die is weg. We gaan deze namelijk ben tegen ik de. Ik ben benieuwd. Is het toch al sneller ook? Oh. Ja, dat wil ik net zeggen. Oh, ik ga ook net zeggen. We gaan die. Oh, wow, tegen. We gaan deze of tegen de torens laten. We gaan deze tegen de torens laten racen en tegen een andere auto. Maar die andere auto Porsche weet ik Cayenne. Niet. Nee, die, daar kun je die niet mee vergelijken. Weet je waarom? Porsche Cayenne weet sowieso al niet tegen de torens. Die gaat echt zwaar achterlopen. Dat is niet normaal. Maar hé, we kunnen testen. Hij lijkt wel ja, een beetje op een Porsche Cayenne. Ik kan hem even nog repareren, man. Kans. Toch? Goed, hè? Ja. Maar hij lijkt ook een beetje op een. De dingen, de. De lichten lijken een beetje op een. Grunold. De Grunold of zo. Ik kom letterlijk net op mijn hoofd, letterlijk net. Hey! Kijk, ik zit er gewoon uit, hoor. Ik maak ja. Oké, mensen, we zien zo meteen als we ja, de auto's hebben en als we op het vliegveld zijn. U denkt je dochter! Dat staat op camera. dat gaat erin blijven. dat gaat erin blijven. mensen, we zijn aangekomen op het vliegveld en ja. Zoals jullie zien, we hebben hier de Toros, we hebben hier de. Nee, ik ben niet na. Novak en we hebben de Helion, toch? Ja. Dus we hebben de Lamborghini Urus of zo, toch? Urus. Mm-hmm. We hebben hier de Maserati.
En we hebben hier de Nissa. Dus ja, ik ben benieuwd. Wie denken jullie dat het gaat winnen? Ik zou bom gooien. Ik denk dat Keanu gaat winnen, ja. Ik heb bom gooien. Beam! Hey jongen, jongens. Kerel. Oh, grapje. Wat een zwaar grapje. Hij loopt echt niet van me weg, hoor. Hé, was het? Oh, ik zat er achteruit te kijken. Jij loopt echt niet weg of zo, Keanu. Je blijft gewoon bij me. Ja, hey, ik wil niet veel zeggen, maar ik ben gewoon beter gaan optrekken dan jullie. Kom op nu hier. Kijk, hè. Ja. Kom, doe wie het beste kan remmen. Wanneer ik zeg stop remmen, oké? Okay? Maar jij weet wanneer het stop is, hè. Ja, ja, jullie ook, wanneer ik het zeg. Oké, okay, wacht, hè. Ga maar. Je mocht ook handrem doen, hè. Of nee, doe gewoon L1. L2. 3, 2, 1, stop. Ik zit gewoon naar achteruit, ja. Wie was het snelste in remmen? Keanu, denk ik. Of jij? Tjoe bochten. Ja, die van Keanu is gewoon sneller als mijne, maar hij loopt echt niet uit. Ik hou hem gewoon bij. En mijn is meer gewoon bergklimmen en zo, off-road. Kom off-road challenge doen, hè. Dat ben ik plan. Wel. Oh, we hebben ook nog de dingen, de Ford Raptor, hè. Rustig. Ik ga nu. Oké, mensen, dus ja. Zouden jullie hem kopen? Thuis, als jullie geld hadden. En onze mening is, wel, zouden jullie hem kopen, boys? Ja. Ik zou hem echt wel kopen. Hij gaat best wel snel. Redelijk snel. En ja, hij is gewoon heel mooi. En hij is wel snel, maar zoals jullie net zagen, Keanu was natuurlijk wel sneller, maar we bleven gewoon bij hem, zeg maar. Normaal ja, auto's die lopen dan heel hard uit. Zoals wij en Robben, wij liepen wel, ik loop harder uit dan Robben. Uiterlijk, gewoon, ja, replica bijna, maar... Oh, jongen. Ik had niet eens genoeg gekregen. Uiterlijk, hey, was ja. Goed. Best wel mooi eigenlijk. Nee, jij het versnellen. En ja, ik zou hem gewoon kopen, boys, jullie. Ja. Ja. En ja, dan zie ik je bij de volgende video, of niet, boys? Nee, wacht. Kom lekker op het vliegtuig. Nee, je gaat dus iets verdienen. Kom aan het vliegtuig. Nee, hij gaat iets doen, niet vertrouwen. Kom. Nee, je gaat iets doen. Nick, ja, man. Nee, ik vind opstijgen. Oké, mensen, dus ja, ik zie jullie bij de volgende video.